Om de dienstverlening naar de samenleving toe te verbeteren en te vergemakkelijken, heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misikaba, een ontmoeting gehad met de afdeling Algemene Maatschappelijke Zorg. Vanaf mijn aantreden op het ministerie heb ik inderdaad opgemerkt dat heel veel via en door AMZ gaat. Eigenlijk het startpunt van het uiteindelijk geven van een voorziening is AMZ, Algemene Maatschappelijke Zorg. Dat is de afdeling waarbij je aanmeldt, noem maar iets op, iemand die zegt ik heb een overlijdensgeval en de familie heeft niet al de middelen om te begraven en we hebben financiële ondersteuning nodig tot iemand die een gezondheidsbril moet kopen, maar een senior burger is dat geld niet heeft. Al die zaken starten bij AMZ. AMZ is gevestigd op het hoofdkantoor. Maar in het hele land heeft zij kleine kantoortjes. Wat we kennen als sociale zakenwijkkantoor. Rambulanweg, in Nikeremarwe, overal zijn ze. En dat is het eerste contactpunt van het ministerie met die gewone man in die wijk. In het resort dat een probleem heeft. Dus toen ik dat begreep, zei ik gelijk aan de leiding, ik wil kennis maken met die groep. Ik zal enkele van die wijkkantoren bezoeken. Maar het is goed als we iedereen bij elkaar noemen, kan ik in één keer kennis maken met de mensen. Maar daarnaast, vanwege de art van het werk van de mensen, wil ik ze een immaterieel goed geven en ze empoweren. Om voort te gaan met dat werk. Dus dat is de reden waarom we gekozen hebben voor AMZ. U heeft markante dingen aangehaald, zoals politieke kleur. Waarom is het belangrijk dat mensen niet kijken naar de politieke kleur, maar naar de wens van de samenleving? De mensen, kijk, politiek is belangrijk, want een regering die aanzit, wordt bepaald door politiek. Maar wanneer die regering eenmaal aanzit en die regering, die overheid, met haar werkarmen, dan is die regering, daar is die overheid, daar met haar structuren voor die totale samenleving. Dus we moeten dat onderscheid leren maken in Suriname, denk ik, dat er een moment is waarbij die regering aanzit, die regering heeft een mandaat van 5 jaren, en die regering moet gewoon voor iedereen werken. En uiteraard, wat we gaan niet doen alsof we nu weten wat de realiteit is. Wanneer in het binnenland zegt men, ik ga het eens en ook kans zeggen, Tede kia meti, nyabulu chachayu, yo fene wan pisi. Dat betekent, als men bezig is een wild te slachten, en u bent zo dichtbij dat het bloed spat, letterlijk spat op uw lichaam, dat betekent dat u zo dichtbij bent dat u zeker een stuk gaat krijgen. Dus de mensen die van de constellatie, die aan de macht zitten en hard hebben gewerkt en zo, je zal een soort van verdeelsleutel maken, waarbij je die mensen niet vergeet. Want uiteindelijk hebben zij de verkiezingen gewonnen. Maar dat betekent niet dat als iemand op kantoor komt, dan ga ik vragen, maar welke politieke kleur bent u? En als die persoon niet van mijn politieke partij is, dat we die dienstverlening niet gaan geven. Nee, elke Surinamer moet bij die overheid die zit terecht kunnen. En ik heb dat echt benadrukt vandaag, want ik zit echt niet te kijken. Zelfs de mensen die met me werken, toch? Ik ben niet gegaan en gevraagd, maar je lijkt op geel of je lijkt op oranje, dat soort dingen. Nee. We werken met iedereen. Ik heb wel gevraagd aan de mensen. Niemand gaat mijn werk traineren. Niemand gaat mijn werk blokkeren. Niemand gaat allerlei obstructie plegen. Want dan gaan we wel een probleem krijgen. Want het mandaat van de president naar mij toe is duidelijk. Dat heb ik wel gevraagd aan de leidinggevende. Maar we behandelen mensen met dignity. Elke Surinamer die komt. Ik zal natuurlijk met de leiding evalueren. Om eerlijk te zijn. Ik had ook niet verwacht dat het zo zou aanslaan. Ik heb echt gezien dat de mensen de zaken hebben opgenomen. Dus ik ga zeker evalueren met de leiding. En als we dit ook moeten doen bij andere afdelingen, of als er een vervolg moet komen, dan zullen we gaande daaraan werken. Ik vind het als DA-hoofd van Para, vind ik het super, ik vind het geweldig. Omdat wij zijn eigenlijk het belangrijkste orgaan binnen SOSAVO. Wij zijn rechtstreeks in contact met de cliënten. En zoals u weet is SOSAVO eigenlijk een dienstverlenende ministerie. Dus ik vind het heel belangrijk, ik vind het belangrijk dat hij eigenlijk
ons toegesproken heeft. En zometeen krijgen wij ook de gelegenheid om feedback daarop te geven. Dus voor mij is sowieso alvast een plus. Hij heeft heel veel markante dingen aangehaald, zoals houden van jezelf, leren omgaan met jezelf. Had u verwacht dat het in zo'n sessie zou zijn deze dag? Nee, dat was echt een verrassing. Ik zei het net ook aan een DA-hoofd, de collega. We worden dagelijks gepropt, niet alleen binnen onze werksfeer, maar we worden dagelijks gepropt met verplichte dingen die we zouden moeten doen. Ook binnen je gezin, studeer je nog, noem maar op. Dus we worden dagelijks gepropt van dingen die je eigenlijk verplicht zou moeten doen. Maar we kregen weinig motivatie naar binnen. Dus voor mij was dit eigenlijk een motivatiesessie, zodat we eigenlijk van start kunnen gaan met dat werk. Dus ik vond het geweldig. Het was meer een verrassing. Maar ik heb mezelf terug kunnen vinden erin, omdat ik als DA-hoofd ook zo werk met mijn personeel in para. Weet je, ik motiveer eerst en dan beginnen we stapvoets het werk aan te pakken. Het was zeer leerrijk. Ik ben zeg maar twee stappen meer opgegreed door, kijk, vooral het stukje waar hij ook zegt van dat je ook aan jezelf moet beginnen. Zolang je aan jezelf kan beginnen, dan weet je hoe je het toepast, vooral naar zeg maar de cliënten die voor je komen, dat jij als zeg maar hulpverlener en zij als zeg maar zwakbehoeftige of mensen die komen voor een of andere hulp, dat je weet hoe je ze tenminste kan toespreken op een klantvriendelijke manier althans, en dat je ze ook met een tevreden hart terug stuurt naar huis toe. Al is het niet van dat ze gelijktijdig materieel zijn geholpen, maar de manier van praten alleen en het goede gehoor van hun aanschouwen en misschien ook een advies geven aan hun toe, gaan ze toch blij schieven dat naar huis toe. Bij alle sessies van of trainingen die we hebben gevolgd, komen we de eerste volgende dag bij elkaar. En dan is het van week naar week dat we het ook gezamenlijk doen. Dus ik ga ook met de weekhoofden en wat ik misschien gemist heb, is ook goed dat al de weekhoofden zijn gekomen. En of ik een statement gemist heb, dan zijn zij die het ook een beetje aanvullen. Dus we gaan het positief overdragen naar de sociaal werkers. Dat komt wel goed. We gaan ze motiveren om dat te doen, omdat het een winstgevend zal zijn voor de samenleving althans. En ook van dat de imago van de ministerie zelf op een grote schaal kan komen. Dat zeg maar de ministerie een betere naam kan dragen. Dat de cliënten zelf, wanneer ze terug over straat zijn en wanneer ze terug bij hun familieleden zijn, dat ze kunnen zeggen van hey, we zijn op bijvoorbeeld op zo'n wijk gegaan of zo'n kantoor en daar gaat het prima. De werkers daar, zo ze weten hoe het moet en ze hebben open oor voor de samenleving. Dank u. Dus daaraan toe gaan we weer graag werken. Meneer Johnny, hoe heeft u deze sessie met de minister ervaren? Heel goed, geweldig. Maar aan de ene kant, mijn hart bloedt. Waarom ik dat zeg? Ik ben namelijk aan het afbouwen. En na 38 jaar mijn krachten te hebben gegeven aan de overheid, moet ik afbouwen. Maar in die 38 jaar heb ik nu pas een SOSAVO gezien met een heel jong, flexibele team. Geweldig. Maar jammer, ik moet afbouwen, ik moet afzwaaien. En in die 38 jaar, voor het eerst dat de minister zo'n presentatie zelf verzorgt. Heel flexibel. Op de koop toe in zijn t-shirt. Men zegt toch wel, eenvoud ziet er mens. Geweldig. En je bent nooit te oud om wat bij te leren. Ik heb er geen moment spijt dat ik erbij ben, ondanks ik met verlof ben. Hoe gaat u deze informatie overdragen aan het team te Saramaka? Zoals ik het heb opgenomen, zoom ik het weer presenteren aan mijn mensen daar. Ja, maar ik zit dan geen blik in tijdnood, want ik zei al, ik ben aan het afbouwen. Maar we zien wel, het moet lukken.